Zo, dan gaan we maar eens beginnen. Welkom bij deze derde webinar. VMware VCF, de basis. Vandaag gaat Robert jullie meenemen in deze webinar. Heb je vragen of dingen die je wilt weten? De Q&A staat open. Robin en ik zijn beschikbaar om je vragen te beantwoorden. Robert gaat jullie dus meenemen. Nu iets langer dan een jaar collega bij RedLogic. Heel erg specialisatie in NSX. Echt de diepte ingegaan. Heel hoop leuke dingen meegedaan. En nu ook met VCF. En ja, zijn passie is toch eigenlijk wel het combineren van die twee. En daar gaat hij jullie vandaag in meenemen. Ik zou zeggen, Robert, take it away. Ja, dankjewel Bart. Nou, zoals al gezegd, ga ik jullie vandaag iets vertellen over VMware Cloud Foundation, ook al afgekort als VCF. En ja, daar ga ik een beetje vertellen over wat het is, wat je ermee kan, wat het niet is, wat do's en don'ts. En eigenlijk een beetje een complete overview over het hele product als geheel. Het is niet zozeer gebonden aan één versie specifiek. Het is gebaseerd op versie 3.10 op dit moment. Versie 4 is ook uit inmiddels. En dat is eigenlijk de versie waar nieuwe gebruikers op instappen. Maar dat maakt in principe niet uit voor de inhoud van deze webinar. Omdat het allemaal versie-agnostisch is. Dus het is gewoon een overzicht van wat is het. Dus niet zozeer specifiek over de inhoud of de producten daarbinnen. Nou, zoals Bart mij al voorgesteld heeft, mijn naam is Robert. Ik ben een infrastructuurspecialist of consultant bij RedLogic. En ja, VCF en NSX zijn een beetje mijn ding. Even kort over RedLogic zelf. We werken daar met 22 vakidioten. En ja, dat zeggen we zo omdat wij echt wel allemaal hele diepe passies hebben voor onze producten en het werk waar we mee bezig zijn. En dat doen we allemaal vanuit Houten en op dit moment even vanuit huis. En wij houden ons dan vooral bezig met advies, ontwerpen, implementaties, managed services en eigenlijk alles wat een beetje met VMware, Juniper, Palo Alto en Dell te maken heeft. En wij hebben inmiddels ook drie master services competenties binnen waar we ook heel erg trots op zijn. En natuurlijk ISO 37001 gecertificeerd. Dan de agenda voor vandaag. Ik had het al een beetje verteld. Wat is VCF? Daar ook een beetje het overzicht. Hoe installeer je VCF? Even heel kort. Hoe ziet de uitrol eruit? En dan ga ik jullie iets vertellen over wat lessons learned. Wij hebben nu VCF bij een aantal klanten draaien, inmiddels ook al voor redelijke lange tijd. En daar hebben we wat dingen uit geleerd. Niet alleen bij het beheren, maar ook bij het opzetten van het product. En daar ja, zijn wat wijze lessen uitgekomen die ik graag met jullie deel. Zodat als jullie een keer aan VCF gaan beginnen of als jullie al VCF hebben en daar iets beter in willen worden om het te onderhouden. Alright, eerst even een stukje basistheorie. Het software-defined data center. Ik neem aan dat de meeste mensen die hier zitten infrastructuurbeheerders zijn of in ieder geval veel te maken hebben met VMware. Dus jullie zullen als het goed is bekend zijn met een software-defined data center. En het begint eigenlijk allemaal met de applicatie. Of als infrastructuurbeheerder draait het erom dat de applicaties van jouw eindgebruiker werken. Ongeacht wat er gebeurt, et cetera. Nou, die applicaties die draaien eigenlijk altijd wel ergens op een private cloud of ergens met een stukje edge erbij. En die berusten dan op de drie componenten: compute, storage en networking. Dat zijn echt de basis drie componenten van elke infrastructuur. Nou, dat kan een private cloud zijn, on-premise, maar dat kan ook een public cloud zijn, zoals je tegenwoordig veel meer ziet met de verschillende aanbieders en de partners waar VMware mee werkt. En die twee blokken samen. Die vormen dan het software-defined data center. Dus de computer storage en de networking, ongeacht waar die zich fysiek bevinden in de wereld, daar draaien de applicaties op en dat is uiteindelijk waar het dus helemaal om gaat. Nou, om als infrastructuurbeheerder daar een beetje overzicht op te houden, heb je daar een laag cloud management op. Dat kan niet zijn, denk zoiets als de vCenter, maar ook VRA. En bijvoorbeeld ook vRealize Operations, om een beetje monitoring bij te houden. Wat is de health van de omgeving? Hoe gaat het met de capaciteit? Hoe gaat het met de groei? Zijn er fouten? Komen er fouten aan? Kan je dat al een beetje voorspellen? Een beetje capacity management. Met public cloud wordt het ook steeds belangrijker, omdat je daar dan ook een directe verbinding mee hebt met de kosten die gegenereerd worden. En ook een stukje automation.
En dat maakt het eigenlijk echt het software-defined data center. Dat stukje automation zorgt ervoor dat je als beheerder niet meer bezig bent om de basisfunctionaliteiten te doen, maar voor te zorgen dat jij op een breder schaal, dus echt de breedte in kunt gaan, om ervoor te zorgen dat die applicaties dus blijven draaien. En dat je eindgebruikers ook op een eigen, makkelijkere manier nieuwe workloads kunnen provisionen. En als beheerder is dat natuurlijk ook heel fijn om jouw werk een stukje makkelijker te maken. Dat je je meer bezig kan houden met de complexere en hogere dingen dan de basis die daaronder zit. Nou, naast applicaties heb je ook heel vaak nog wat end-user computing workloads. Dus dat zijn dingen als de VDI-infrastructuur, Horizon, etc. Dus waar de eindgebruikers echt in werken. En dit hele plaatje samen, dit hele blok, is een software-defined datacenter zoals we het kennen. Nou, daar komt dan tegenaan een stukje lifecycle automation. Ongeveer elke 5 jaar wordt de hardware vervangen, maar ook dingen als firmware en software die erop draait. Die moet ook geüpdate worden. Er komen nieuwe patches, er zijn security issues. vSphere moet geüpdate worden, vCenter moet geüpdate worden, zodat je eindelijk een keer gebruik kunt maken van de HTML5 interface. Dat is ook heel fijn. En dat is ook een heel groot onderdeel van het takenpakket van een beheerder. En VMware Cloud Foundation heeft daar dan een tool voor gemaakt. Dat maakt het echt VCF. En dat is de SDDC Manager. Die is verantwoordelijk voor onder andere lifecycle automation. Maar ook de hele stack als geheel. En dit hele pakket samen, dat is eigenlijk wat VMware Cloud Foundation is. Het is dus een combinatie van van je hele VMware stack. Compute, storage, networking, private cloud, public cloud. Met operations, automation en dan de verschillende workloads erop en de lifecycle automation in één bundel gestopt. En dan met het beheer van de SDDC manager die daar overheen zit. De producten waar dat uit opgebouwd is, zoals ik al zei, dat zijn eigenlijk de 3 blokken compute, storage en networking. En daar zit er nog een takje management bij. Zijn eigenlijk de producten van VMware zoals je ze kent. vSphere voor de compute. Standaard ASXE, vCenter. Dan VSAN voor de storage. Dat is waar VCF in het begin echt op draait. Dat is wel mogelijk om verder uit te breiden met Fibre Channel Storage en FSV3. Een beetje de storage zoals je het kent. Maar VSAN is wel echt een beetje wat het een hyperconverged infrastructuur maakt. Networking is NSX. Fantastisch product voor echt die software-defined networking. En ook natuurlijk de security daaraan toegevoegd. En om dan alles een beetje in het beheer te houden, heb je de vRealize suite. En dat is redelijk een losstaand onderdeel ervan, nog steeds heel erg geïntegreerd, om het overzicht te houden van de omgeving. Zoals genoemd, de geheime saus van VMware Cloud Foundation is de SDDC Manager. De SDDC Manager is een aparte utility, een apart management interface die boven de vCenter draait. Dus je hebt echt nog een laag boven vCenter waar je de infrastructuurbeheer taken uitvoert. Die stuurt dan ook de vSphere componenten aan, NSX, VSAN en vRealize. Op een hoog over niveau. Dus niet zozeer, het is niet zo dat je vanuit de SDDC manager bijvoorbeeld de firewalls configureert. Dat doe je nog steeds vanuit de NSX manager. Maar echt de SDDC taken die voer je uit vanuit de SDDC manager. Denk daarbij aan deployment, dus het aanmaken van nieuwe workload domains. Bijvoorbeeld een VDI workload domain of nieuwe hosts toevoegen. Dat gebeurt dan op basis van policies. Dan heb je dus die policy-based provisioning. Het configureren van de omgeving als geheel, dus als totaliteit. Maar ook het patchen en upgraden. Die blok aan de zijkant van de software-defined datacenter, die lifecycle management, dat gebeurt allemaal vanuit de SDDC manager. En dat maakt het heel erg speciaal, VCF, echt die bundels. Daar kom ik later nog op terug, hoe dat eruit ziet. Het ziet er dan als volgt uit. Je hebt daar links, dan zie je het SDDC manager dashboard. Je hebt dan aan de linkerhand kant zie je ook de dashboard, de verschillende tabs die je kan bezoeken, dashboard, inventory, repository en ook de administration. En dan heb je helemaal rechts heb je de bekende view van vCenter. Op dit moment is weergegeven alleen een management workload domein. En wat een workload domein is, dat komt hierna. Daarbinnen zie je dan ook een aantal resource pools. Met name dan de management resource pool die op dit moment is uitgeklapt. En daar zie je eigenlijk alle management componenten in staan. Dus log insight, de NSX controller nodes, dit is nog op NSX V.
de NSX Manager, de Platform Services Controllers en de SDDC Manager en vCenter. Dat zijn eigenlijk alle management componenten die, die je binnen een SDDC ziet. Daarnaast zie je dus in het midden zie je de resource usage. Dat is echt het overview van het SDDC als geheel. Dus echt alle workloads die je hebt draaien en alle hosts die erin zitten, samengevoegd tot één overzicht, zodat je precies weet in mijn complete datacenter, mijn complete infrastructuur, hoe staat het ervoor. En daarnaast heb je ook het tapje repositories, waar dus de bundels en de updates vanuit uitgevoerd worden. En daarnaast nog een stukje administration. En een van de interessante dingen is, heb je daar het security tapje onder, is dat daar password rotation vanuit uitgevoerd kan worden. En ook certificate management, dat gebeurt ook daar vanuit. Dus wederom weer van die taken die infrastructuur breed uitgevoerd kunnen worden. Rut. Ik wil even vragen of er vragen zijn. Eens even kijken. Ja, je hebt het eerder over Vira gehad. Ik weet niet of ik het gehoord heb, maar is het ook mogelijk om die met VCF uit te rollen? Ja, dat kan. VCF of de SDDC Manager maakt gebruik van de Lifecycle Manager. Dat is dus een tool die je nu ook steeds vaker ziet in gewone vSphere deployments. En die tool kun je dus gebruiken om VRA uit te rollen, maar ook VRO en VROps. En die ook te patchen. Dus dat gebeurt ook vanuit de SDDC's, de SDDC Manager. Als we dan weer even teruggaan naar de PowerPoint, dan zie je daar dus ook bij het tapje Administration een tapje vRealize suite waarvanuit dat gebeurt. Oké, je moet de PowerPoint wel even opnieuw delen. Je hebt helemaal gelijk. Note to self, niet op escape drukken. Sorry daarvoor. Zoals ik al zei, de vRealize suite tab bij administration. Cool. Right. Goed, workload domains. Workload domains zijn eigenlijk de bouwblokken waar VCF op draait. Je begint altijd met één workload domein, het management workload domein. En daar zitten alle beheercomponenten in. En dan vervolgens kun je meerdere workload domains uitrollen voor bijvoorbeeld een virtual infrastructure workload domein, zoals we het noemen, voor de standaard VM's, zoals je die kent. En een andere optie is een Horizon workload domein, waar dus de VDI-infrastructuur in kan draaien op basis van Horizon. Dat zijn eigenlijk een beetje de drie smaken die je hebt. Er is altijd één management workload domein en dan meerdere VI workload domains of Horizon workload domains. En hoe je dat een beetje moet zien, is elk workload domein is een compleet SDDC. VCF is ook een beetje gemaakt vanuit de gedachte van multi-tenancy. Dat wil niet zeggen dat het daarvoor dat de enige use case is. Het werkt ook uitstekend voor kleinere klanten, en dat zien wij dus ook. Omdat je een heel erg fijn overzicht hebt van de scheiding tussen management en VI, virtual infrastructure, en het automatische patching en upgrading. Elk workload domein krijgt zijn eigen vCenter server en een eigen NSX manager. Het NSXT zal dat ook een soortgelijke constructie zijn. Die vCenter en die NSX manager die draaien in het management workload domein. En de klant of de tenant die dan het workload domein toegedeeld krijgt, krijgt daar alleen daar recht op. Maar dus niet rechten in de vCenter als geheel. En die VI workload domein, daar komen dan alle workloads in te draaien. En binnen dat workload domein kunnen ook meerdere clusters gemaakt worden, zodat je die SDDC look and feel hebt zoals die gewend is. Elk workload domein bestaat dus uit die componenten, de compute, vSphere, vCenter, networking, NSX, storage van VSAN. En dat kan heel breed en klein opgeschaald worden. Eigenlijk, het begint bij 4. En die opbouw van VCF als geheel begint met een rack. En binnen dat rack worden wat switches geplaatst. Dan heb je dus echt die leaf-spine-architectuur die je maar op dit moment aanhoudt. En een management switch voor dingen als IDRAC, ILO, management van de switches, eventuele storage-architectuur die je daar nog onder hebt draaien. En dan 4 hosts. Die 4 hosts samen vormen het management workload domein. Dat zijn er altijd 4. Dat heeft onder andere te maken met NSX-controllers, die altijd op gescheiden hosts moeten staan. En VSAN,
Want het management workload domein wordt altijd uitgerold met VSAN. Het is daarna wel mogelijk om dat verder uit te breiden met andere storage, maar het begint met VSAN. Als die vier eenmaal draaien, dan heb je eigenlijk al een werkend workload domein. En heb je al een werkende VCF-infrastructuur. Want het is mogelijk om een consolidated architectuur te doen. En dat je dus alleen maar een management workload domein hebt, die je vervolgens ook weer verder kan uitbreiden voorbij die vier hosts. Het begint bij vier, maar kan dan verder uitgebreid worden. En dan kan je hiermee hierin draaien. En dat kan het zo zijn als dat voor jouw klant beschikbaar is. Maar voor de meeste klanten gaat het toch wel wat om meer hosts. Nou, hier heb je dan even een rack gevuld met hosts. En dan kan je een subset daarvan afnemen voor bijvoorbeeld een Virtual Infrastructure Workload Domain. WLD staat voor Workload Domain. Nou, en die hosts, ja, dat moeten er dus minimaal vier zijn. Of minimaal drie, geloof ik zelfs. En ja, dat kan je dan opschalen waar nodig. En daarnaast kan je nog een ander, dat was een Virtual Infrastructure Workload Domain voor VM's, et cetera. En dan kan je daarnaast nog een VDI Workload Domain draaien voor de remote desktop, de virtual desktop infrastructuur. En als die workload domains dan helemaal draaien, dan kan je die opschalen met de beschikbare capaciteit die je eventueel nog zou hebben in je infrastructuur. Het is dus ook mogelijk om vast hosts toe te kennen aan de SDDC manager, maar die nog niet actief in gebruik te nemen. En op die manier is het dus mogelijk, van stel dat je burst capaciteit nodig hebt, om die hosts bij te schalen. En kan je ook weer afschalen. En op die manier kan je echt een beetje die cloud look and feel toepassen voor iets wat on-premise is. En dat is eigenlijk een beetje het hele idee achter VCF. Dat je dus echt die cloud infrastructuur kan benutten met dus je on-premise infrastructuur. En dat maakt het best wel een krachtige tool. En echt een beetje die bridge naar de hybrid cloud, de route naar de hybrid cloud. Deze deployment is volgeautomatiseerd. Net zoals het idee is van cloud, alles is gebaseerd op automation. En zo ook de initiële deployment. Die initiële deployment doen we natuurlijk maar eenmalig. Maar ja, het is best wel een klus om even een nieuwe infrastructuur op te bouwen. Dus dat heeft VCF ook heel erg vereenvoudigd. Op basis van een deployment sheet. Je begint met vier ASXI hosts. Die kun je provisionen via een automated manier via de Imaging Appliance, de Virtual Imaging Appliance. Daarmee kan je ASXI zelf automatisch uitrollen. Of je kunt het ook handmatig installeren volgens een bepaalde minimaal aantal eisen. Die staan ook in deze sheet. En dan de verdere configuratie gebeurt eigenlijk alleen maar vanuit deze Excel sheet. Hierin vul je alles in. De IP-adressen, de hostnames, de storage policies, de naam van de distributed switch, de licenses, ga zo maar door. Alles vul je hierin in. En deze Excel sheet wordt vervolgens omgegooid naar een JSON en die laat je vervolgens in de Cloud Builder Appliance. Deze Cloud Builder Appliance draait ergens anders dan op de vier hosts die bedoeld zijn voor VCF. Je kan niet echt onder je werken, dat werkt meestal niet zo goed. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn op een laptop die via mijn workstation draait. Of op een bestaande infrastructuur of toevallig ergens een andere ASXI host die je nog hebt staan. En dan die Cloud Builder Appliance, die bouwt dan vervolgens stap voor stap de hele infrastructuur op. De hele management workload domein. Dus eventuele opeenvolgende workload domains worden uitgerold vanuit die management interface. Maar die management interface wordt dus opgebouwd door middel van de deployment sheet en de Cloud Builder. Dit hele proces duurt ongeveer 2 tot 4 uur, afhankelijk van de snelheid van de infrastructuur. In mijn testlab heb ik dit een keer nested gedaan en dan duurde het toch iets langer dan wanneer we dat daadwerkelijk in een klant doen die op hele mooie nieuwe hardware draait met VSAN en SSD's, et cetera. Dan gaat het echt ontzettend snel. En om je even een beeld te geven, dit zijn de plusminus 50 stappen die de Cloud Builder voor je uitvoert. En dit zijn eigenlijk allemaal van die stappen waar jij als infrastructuurbeheerder niet zo heel erg meer mee bezig wilt houden. Want dat zijn allemaal van die handmatige stappen van het configureren van de distributed switch. Want ja, dat is leuk om het een paar keer gedaan te hebben, maar op een gegeven moment wil je je verder gaan houden met de big picture dingen. En dat is waarom die automation zo fijn is. En die Cloud Builder Appliance neemt dus allemaal dit soort dingen uit handen. Van het maken van de clusters tot het configureren van de VLAN ID's.
het configureren van VSAN en de host op de disks claimen. NSX koppelen aan vCenter tot uiteindelijk het clearen van alarms die je krijgt wanneer iets opgebouwd wordt. En dat hij op een gegeven moment zegt van het is klaar, je kunt inloggen, hier is de URL. En dan heb je opeens een complete infrastructuur staan met vier hosts, een NSX, vCenter en het is helemaal klaar voor gebruik. Dus tot zover een stukje deployment. Ik zal heel voorzichtig gaan kijken of daar nog eventueel vragen op zijn gekomen. Eens even zien. Er was een vraag over het deployment sheet. Of dat er nog wijzigingen mogelijk in zijn, bijvoorbeeld in het sheet voor een workload domein. Hoe bedoel je dat? Na de deployment of vooraf? Ja, bijvoorbeeld na de deployment. Maar dan wordt het sheet natuurlijk niet meer gebruikt. Dus op dat vlak is dat de manier natuurlijk. Je vult het sheet in, dat wordt uitgerold en daarna kun je daarmee verder. Ja, precies. Dus deze sheet die vul je vooraf goed in. En dit is ook een van de lessons learned waar ik later nog op terugkom. Het werk zit hem echt aan de voorkant. Dus het uitdenken van deze sheet, de naamgeving ook, dat gebeurt allemaal vooraf. En dingen achteraf aanpassen is een beetje een issue binnen VCL. En daarom is het dus heel belangrijk om heel goed na te denken voor de deployment. Om ervoor te zorgen dat die Excel sheet zoals je die invult, dat dat ook helemaal klopt en ook is zoals je het uiteindelijk wilt hebben in je infrastructuur. Cool. Goed, dan gaan we even door naar beheer. Dan hebben we dus nu een hele mooie omgeving staan. En die draait en we zijn allemaal heel gelukkig. En op een gegeven moment komt er een nieuwe patch uit, een nieuwe feature release. Op dit moment in een standaard infrastructuur hebben veel klanten, veel bedrijven vaak een release kalender. Weet je wel, van in dit kwartaal doen we deze, doen we ESXi, doen we vCenter, volgende kwartaal doen we NSX bijvoorbeeld. Dat zou ik omdraaien, iets met dependencies. En daar ga je al van, je moet heel erg bewust zijn van wat zijn dependencies van elkaar. Hoe werken de producten onderling? Mocht je gewerkt hebben met vRealize Automation of Operation of Orchestrator, dan ben je wel bekend dat dat best wel nauw luistert soms om ervoor te zorgen dat het allemaal goed samenspeelt. En als die versies op een gegeven moment uit de pas beginnen te lopen, dat je dan best wel serieuze issues kunt krijgen. Met misschien eventueel downtime tot gevolg. Dus het vereist best wel wat voorwerk en wat voorbereidingen om ervoor te zorgen dat die release kalender en die updates allemaal op een gedegen en gecontroleerde manier gaan. Wat eigenlijk best wel een beetje zonde is, want als infrastructuurbeheerder, ja, updates en patches, niemand is heel erg blij met updates. Thanks for updating your operating system, said no CEO ever. Het is een noodzakelijk kwaad, dus dat moet makkelijker. En dat kan makkelijker met VCF bijvoorbeeld. Want VCF maakt gebruik van update bundles. En hier laat ik even zien van elk product heeft weer zijn eigen release cycle. De ene doet patches elke 6 weken, de andere elk kwartaal. Sommige komen wat vaker. Je hebt natuurlijk af en toe wat security releases tussendoor. Dus hoe zorg je ervoor dat het allemaal een beetje gebundeld is? Nou, daar gaat het precies om met VCF. Die maakt gebruik van bundles. Elke versie van VCF bestaat uit een bundel met zijn eigen release notes en bill of materials daarin. En die bill of materials was heel specifiek. Er staan exacte buildnummers in van ESXi, vCenter, de VSAN, NSXV of T, Lifecycle Manager, ga zo maar door. Eigenlijk alle componenten binnen de hele VCF stack worden benoemd op exact buildnummer welke gebruikt zijn in deze versie, in deze release. En dat is met de reden gedaan, want VMware test voordat ze zo'n bundel releasen alle dependencies. Om er zeker van te zijn dat dit met elkaar werkt. Dus het haalt een beetje al het giswerk uit het updaten of het uitzoekwerk eigenlijk. En dat maakt het echt een stuk makkelijker als beheerder. Want dan hoef je dus geen rekening mee te houden van oh, gaat het wel samenwerken, want je kan daar gewoon van uitgaan. Dit gaat samenwerken. Het enige waar je rekening mee moet houden is of de applicaties goed mee werken. Maar ja, VMware kan niet ruiken wat voor applicaties er draaien in een omgeving. Maar ja, van de infrastructuurkant is het allemaal een stukje geautomatiseerder.
En dat gebeurt allemaal vanuit de SDRC manager en die daarmee de lifecycle manager aftrapt. Vanuit de SDRC manager krijg je dus een bundel toegespeeld. En die wordt dan vervolgens uitgerold over de verschillende workload domains met als eerste het management workload domain. Want je moet altijd versies naar beneden kijken, nooit omhoog. En die cyclus ziet er als volgt uit. Het idee van VCF is dat het ook een continu lopende cyclus is. Je krijgt dus een bundel, daar wordt een notificatie van gegeven. Als beheerder ga je even kijken naar de release notes. Wat voor nieuwe features zitten erin? Zitten er leuke nieuwe dingen in? Zijn er dingen deprecated? Soms worden er wat API calls deprecated of verouderd. Gaat dit samenwerken met applicaties die in je omgeving draaien? Eigenlijk allemaal dat soort dingen, maar je hoeft niet meer na te gaan van oh, hoe zit dat met NSX en gaat dat wel samenwerken met deze release? Of moet ik ergens rekening mee houden? Op het moment dat je er tevreden mee bent, je bent naar de Change Advisory Board gegaan. Dat is ook weer zo'n voordeel, je kan gewoon zeggen naar je kap, dit is de bundel die wij gaan doen, dit zijn de versies, graag goedkeuren, handtekening hier. Nou, op het moment dat dat gebeurd is, dan kun je de update schedulen, dat kan getimed. Buiten werkuren of het is allemaal redelijk downtime vrij. Natuurlijk moet de A60-host vrijgespeeld worden. vCenter is even kort niet beschikbaar als je die bundel uitvoert. Maar ja, het idee van een cloud platform is dat het allemaal zero downtime is. En na het uitvoeren van de update ga je kijken, werkt alles, draait alles, wat zeggen je reporting, zijn er nieuwe meldingen, log insight, is alles goed gegaan, de application owners, zijn die gelukkig? En zo begint de cyclus weer opnieuw. En zo gaat het eigenlijk elke 12 weken, elk kwartaal komt er een nieuwe VCF-bundel. Dat was iets sneller, dat was ongeveer 6 weken. Maar nu heeft VMware besloten van nee, we houden het in lijn met de cadans van een heleboel andere producten en we doen elk kwartaal een nieuwe VCF-bundel release. En dat maakt het al een stukje makkelijker als beheerder. De nieuwste release, chronologisch gezien, is versie 3.10. De nieuwste versie release is 4.0. En op dit moment is er ook nog geen migratiepad van versie 3 naar 4. Dat komt hopelijk in 4.1, 4.2. Maar op dit moment is de enige mogelijkheid om naar versie 4 te gaan een nieuwe installatie. VCF 4 heeft allemaal nieuwe features. Daar gaan we binnenkort hopelijk nog een webinar over houden. En versie 3.10 heeft onder andere natuurlijk nieuwe versies van vCenter, A6XC. Ook deze features toegebracht binnen VCF. Skip level upgrades, daar zijn we op dit moment mee bezig. Dat is heel cool. Het was namelijk zo dat alle bundels chronologisch uitgevoerd moesten worden. Dus als je van versie 3.8 naar 3.10 moest, moest je eerst naar 3.8.1, 3.9, 3.9.1. En dat pas kun je naar 3.10. En op dit moment is het mogelijk om van alles boven 3.5, zeg ik even uit mijn hoofd, in één keer naar 3.10 te gaan. En dan voert hij al die bundels automatisch achtereenvolgend uit. In plaats van dat daar dus weer een nieuwe change voor ingeschoten moet worden. En daarnaast is het nu ook mogelijk om naast cluster level ook parallele upgrades te doen. Cluster level upgrades waren met versie 3.9 geïntroduceerd. En nu is het dus ook mogelijk om deze parallel uit te voeren. Dus dat je kan zeggen als je meerdere workload binnen een workload domein zeggen van nee, ik wil deze twee clusters tegelijkertijd upgraden. En dat is best wel handig, want dat verkort het window aanzienlijk. Het idee van tussen clusters heen doe je eigenlijk vrij weinig emotions. Dus die resource blijft altijd beperkt, dus dan kan je prima meerdere clusters tegelijk uitvoeren. Dus dat is even een kort overzichtje van hoe het upgraden eruit ziet en wat de nieuwe features zijn in 3.10. En ja, mijn ervaring is dat elke versie, elke nieuwe bundel toch echt wel serieus nieuwe changes meebrengt. Het is niet zo dat je dan, je krijgt een nieuw buildnummer en er verandert eigenlijk vrij weinig. Nee, met VCF is dat wel echt serieus in development. Dat is best wel cool. Ja, VMware Cloud Foundation staat voor cloud. De VCF staat voor Cloud Foundation. Dus het is echt berust op het idee van je infrastructuur in de cloud draaien. Op dit moment zijn er meerdere cloud-aanbieders die dat doen. VMware biedt zijn on-premise cloud aan. Google Cloud, Amazon Web Services, kan je waar je VMware op kan draaien. En ook Azure. En elke cloud-aanbieder is een beetje vergelijkbaar met elkaar. Het is allemaal infrastructuur, het is allemaal solid software-defined data centers. Maar het is allemaal net weer iets anders. De ene is Knex, de andere is Constructs, Lego, bouwblokken. Je kunt er allemaal mee dingen bouwen, maar echt samenspelen doen ze niet.
En dat is waar VMware Cloud Foundation dus eigenlijk een beetje op draait. Is om ervoor te zorgen dat je die gelijke, dat gelijke level hebt. Dat je makkelijk gebruik van kan maken. Gebruik kan maken van de verschillende aanbieders. Om dus echt die hybrid cloud te creëren. Want legacy was het een beetje zo. Van ja, je kan wel naar de cloud toe. Met refactoring of lift and shift. Maar terug is niet echt een optie. En dat is zonde. Want je wilt heel graag. De meeste beheerders in ieder geval, of managers of bedrijven, die zeggen vaak van, nou ja, ik wil graag van de cloud gebruik kunnen maken voor burst of voor flexibiliteit. Maar ik heb een on-prem datacenter wat ook zijn waarde heeft en wat ook een bestaansrecht heeft. En VMware Cloud Foundation maakt het dus veel makkelijker om geen desinvestering te doen. Dus je kunt die on-premise dat datacenter nog steeds gebruiken en ook de public cloud gebruiken. En dat is dus een beetje het idee, dat je dus die laag hebt van VCF die het speelveld gelijk maakt. Alles draait op vSphere, vSAN en NSX met de saus van de SDDC manager overheen. En daarmee kan je dus heel makkelijk applicaties heen en weer schuiven tussen van de private cloud naar de public cloud toe. Om van burstcapaciteit gebruik te maken of die flexibiliteit of de verlaagde beheerslast. Maar ook als bijkomend voordeel. Dat je weer terug kan. En dat is eigenlijk een beetje in een notendop de kracht van VCF. Sterker nog, VCF is het platform wat draait in VMware on AWS. Het loopt net iets uit de pas qua versies. VMware on AWS loopt altijd net een klein stukje voor. Maar het is hetzelfde platform, het is hetzelfde product. En als je dus dezelfde product in je on-prem hebt als in de cloud, dan kan je heen en weer migreren wat je wilt. Zijn er vragen voordat ik naar onze lessons learned ga? Ik heb zover geen vraag. Top, dan gaan we vrolijk door. Onze lessons learned. Zoals ik al zei, we hebben bij een paar klanten draaien op dit moment. En zoals ik al even benoemde met betrekking tot die worksheet. Daar zit echt het bulk van het werk. Design is alles. We hebben letterlijk een boek geschreven, echt letterlijk, we hebben het geprint en het is echt een heel stoer boek. Het is heel leuk om als naslagwerk te hebben met onze configuraties en onze design documenten vooraf. Want zoals ik zei, het uitrollen van VCF gaat heel snel en volledig geautomatiseerd. Maar zodat de cloudbuilder weet wat hij moet doen, moet je wel heel goed nagedacht hebben over wat er neergezet moet worden. Want als het in ons staat, is het niet makkelijk aan te passen. Waaronder bijvoorbeeld de naamgeving. En dat was eigenlijk een van de issues waar wij tegenaan liepen. Best wel een beetje een knullig dingetje. Hadden we een cluster en die was in all caps. Terwijl de rest allemaal kleine letters had. Maar dat is niet zo makkelijk aan te passen. Want de SDDC manager die kijkt naar die workflows en die kijkt naar naam. Dus we hadden dat cluster aangepast van naam. En we wilden het nieuwe hosts toevoegen aan dat cluster. En wat gebeurde er? Er werd een nieuw cluster aangemaakt met de naam zoals de SDDC manager kende. En daarom is het dus heel belangrijk om vooraf heel goed na te denken over hoe het eruit aan de achterkant eruit moet komen te zien. Ander ding, het updaten van VCF. Het is ontzettend robuust. Het is echt een hele gave feature. En ik ben ook heel blij dat je dit nu steeds vaker gaat zien in de nieuwere VMware producten. Namelijk dat als een update stopt, om wat voor reden dan ook, ondanks de uitgebreide pre-checks die gedaan worden. Het kan zomaar zijn dat een update even ergens tegenaan loopt. En in plaats van dat dan de hele update faalt en je moet alles weer terugdraaien en het is een bende, stopt het gewoon op dat punt in de tijd. Dan geeft hij melding van dit gaat er mis, op deze manier kun je het oplossen, hier is een knowledge base artikel. Afhankelijk van de error die natuurlijk tegengekomen wordt. Als beheerder los je het op en je kunt drukken op retry en de update gaat verder waar die gebleven is. En dat maakt het echt een hele krachtige tool om dus om de hele VMware stack stapsgewijs op een geautomatiseerde manier te kunnen updaten. Met de zekerheid dat als er ergens een probleem wordt tegengekomen, een blokkade, dat je dan weer verder kan gaan waar je gebleven bent. Mocht je dan tegen issues aankomen waar je GSS of support voor nodig hebt, benoem dan dat het VCF is. Dat heeft VMware ook heel duidelijk aangegeven. VCF is echt een speciaal product binnen de VMware, binnen het VMware portfolio. Omdat alles zo nauw met elkaar luistert. Zoals ik al noemde, de Bill of Materials heeft hele specifieke buildnummers die bij elkaar horen.
dat je dan niet zomaar kan zeggen van, oh, maar dit is opgelost in deze release van ASXE. Dus als je die patcht, dan is het opgelost. Want dan loop je dus tegen problemen aan dat SDDC-manager dan een bepaald beeld verwacht, maar die niet heeft. En dat kan serieuze issues opleveren. Dus op het moment dat jij dan tegen een probleem aanloopt of tegen een uitdaging van een specifiek product, benoem dan dat het op VCF gaat, zodat het bij het juiste team terechtkomt, zodat ze weten, we kunnen niet zomaar heen en weer gaan patchen. Dan de do's. Eerst denken, dan doen. Geldt voor alles in het leven, maar dubbel zo bij VCF. Eerst heel goed nadenken over hoe het aan het einde eruit moet komen te zien. De SDDC-manager is altijd leidend. Ik zeg, de SDDC-manager is dus de infrastructuurbrede automatiseringsplatform. Die trapt workflows af en dat is de point of truth. Dus je kunt vanuit vCenter nog steeds een heleboel gaan knutselen. Maar de SDDC-manager die ziet dat niet. Er is niet echt een tweeweg communicatie. Dat wordt wel beter in de nieuwe versies. Maar ja, het is nog niet op dat punt. Dus zorg ervoor dat als er iets gedaan kan worden vanuit de vCenter, vanuit de SDDC-manager, doe dat dan. En doe één workflow tegelijk. Met grotere infrastructuren ben je vaak met meerdere engineers of beheerders tegelijk aan de slag. Maar zorg er dus voor dat je dat een beetje sequentieel houdt. En hou je aan de documentatie. Dan bedoel ik niet zozeer ook de documentatie die je zelf opzet voordat je het project begint. Of tijdens het project ontwerpfase. Maar ook aan de documentatie van VMware. VMware heeft een hele uitgebreide set van documentatie. Hoe je het kan upgraden, de deployment, et cetera. En ook een paar documenten van de guide rails. Zorg ervoor dat je binnen de gebaande palen blijft. Ik heb met meerdere beheerders gepraat over hun deployment van VCF die spaak liepen om wat voor reden dan ook. En uiteindelijk kwam het er altijd op neer dat er iets gedaan was wat niet binnen de workflow paste. Dat ze net buiten het gebaande pad gingen en dat de SDDC-manager daarom tegen een probleem opliep. Dus terug bij de don'ts. Changes niet via de SDDC-manager uitvoeren is een ontzettende no-no. Als het kan via de SDDC-manager, doe het via de SDDC-manager. En daarnaast rollbacks ook liever niet doen. Het is technisch gezien mogelijk om naar een versie terug te gaan, maar niet zonder GSS, niet zonder echt uitgebreide tooling. Als je eenmaal begonnen bent aan het uitrollen van een bundel, ga verder met die bundel. Zorg ervoor, stel je loopt tegen een issue aan in de update, de retry feature is heel krachtig, maar zorg ervoor dat je altijd vooruit fixt. Fix forward, not backward. Mocht je dus tegen een problemen aanlopen met je applicatie, wees er gewoon heel erg van zeker van het feit dat het gaat werken. Heb eventueel een test workload domein, dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Maar rollbacks, het is lastig. En als laatste, als beheerder, als VMware beheerder, hou ik heel erg van knutselen, vreubelen, MacGyveren, je de omgeving echt naar je hand zetten. Dat is iets wat we heel erg gewend zijn in de VMware wereld. Tot in diep de ASXE-configuratiebestanden toe. Maar dat zijn dingen waar je van af moet stappen. Ik zeg altijd, vroeger was het zo dat als beheerder, lang geleden, ook nog voor mijn tijd, dat je specifiek wist waar bepaalde blokken data zich bevonden op een harde schijf, omdat dat de performance dan weer beïnvloedde. Tegenwoordig is dat ondenkbaar, dat je op dat detailniveau weet hoe je infrastructuur in elkaar steekt. Maar op een gegeven moment moet je dat loslaten. Nou, dat zie je met de SANS, met de VSAN op dit moment. Het maakt niet meer uit waar die data draait op een schijf, want het moet gewoon beschikbaar zijn. En hetzelfde, ja, daar gaan we dus een beetje naartoe met applicatiesniveau. We gaan weer een stapje hoger die abstractie in. Het maakt niet meer uit waar de applicaties draaien, zolang ze maar draaien. En dat is dus eigenlijk een beetje het concept wat je moet loslaten, is dat je heel erg specifiek dingen gaat vastzetten op bepaalde plekken. Dat je DRS uit gaat zetten voor bepaalde applicaties. En dat zijn van die dingen die je los moet laten om ervoor te zorgen dat je dus echt die flexibiliteit hebt van een cloud. En dat is samengevat VCF, VMware Cloud Foundation, om ervoor te zorgen dat jij in je on-premise datacenter een cloud infrastructuur hebt die heel makkelijk aan te sluiten is bij een public cloud aanbieder om zo dus echt die hybrid cloud te genereren. Nou, dan ben ik een beetje aan het einde van mijn presentatie. Dan heb ik hier nog wat tips voor resources om verder te leren. Cormac Hogan heeft een hele lange reeks van Getting Started with VCF blogs gemaakt. Dus kijk daar alsjeblieft naar. Heel leerzaam. VMware heeft natuurlijk zijn eigen blogs op blogs.vmware.com/cloudfoundation. Daar kan je ook een heleboel leren.
En daarnaast ook een heleboel persoonlijke blogs. Ik hou er zelf eentje bij. RedLogic houdt een aantal blogs bij. Google even op VMware Cloud Foundation. Dan zul je er ook nog genoeg zien van onze collega's in het veld. Er is altijd wel genoeg over te vinden. Nou, VCF 4.0, zoals ik al zei, dat bestaat uit vSphere 7, NSXT, heeft Kubernetes integratie, dat je dus echt een Kubernetes workload domain hebt naast de VI workload domains. En ook iets wat ik heel erg cool vind, is de firmware lifecycle management. Dus dat je niet alleen maar bezig bent met de ASXI versie, maar ook met de firmware op de hardware die draait. Denk aan HP, Dell, et cetera. Nou, daar willen wij in de toekomst ook nog een webinar over geven. Op het moment dat wij dat uitvoerig hebben kunnen testen. En echt putting it through its paces, zo gezegd. Dus stay tuned. Hou onze website in de gaten. En wellicht zien we je bij de volgende webinar. Voor vragen, stel ze nu graag. En anders kun je me bereiken op robert.kranendonk@redlogic.nl. En of een van mijn andere collega's. En mocht je heel erg geïnteresseerd zijn om mijn collega te worden, kijk op werken bij worklogic.nl. Ja, en ook natuurlijk voor andere evenementen en toekomstige webinars kun je terecht op werken bij worklogic.nl. Mocht je nou zitten met je VCF-implementatie, leuke use case of iets in die richting, schiet ons gewoon gerust even aan. Gaan we kijken of we je daarbij kunnen helpen. Volgende webinar is nog niet bekend, tenminste dat gaat waarschijnlijk na de zomervakantie worden. Dus hou de website in de gaten en dan kunnen we daarop verder kijken. Ja. En dat was hem volgens mij zo. We gaan de Q&A nog even openhouden. Ik ga het live event afsluiten. Nogmaals, voel je vrij om je vragen te posten in de Q&A. We houden ze in de gaten en anders neem even contact met ons op. Ik wens jullie nog een prettige dag. Fijne dag, dankjewel.